Als ik tot 3 tel, gelooft u in een uitbraak van gevaarlijk coronavirus en gaat u alles doen wat de overheid u opdraagt. 1, 2, 3. Een extra groene aflevering van Handreikingen, want dit is echt het moment om in de natuur te gaan zitten, om weer tot rust te komen. Pak wat zonlicht, vitamine D kan je redden. Deze aflevering wil ik eerst weer even ingaan op het virus. En wat weten we er überhaupt van? Is het aantoonbaar? Wat zeggen de tests, de cijfers er nog een keer bij? Dat drijft alles nog voort. En dan vervolgens wil ik ingaan op wat naar mijn inschatting werkelijk aan de gang is. En dan eindigen met maatregelen die je nog zelf kunt treffen. En kanalen die je het beste kunt volgen om een beetje beeld te krijgen van wat er gaande is. Het virus, om te beginnen. Er wordt gesproken over het coronavirus, ofwel SARS-CoV-2 ofwel COVID-19. En daar wordt getest en er moet meer getest worden en er zijn testkits nodig en dat soort berichten. Om te beginnen, een bericht uit Engeland dat de testkits daar besmet waren al met COVID-19, geloof ik dat ze zeiden, maar in ieder geval corona. Ja, dan gaat het hard natuurlijk. Wat ik begrepen heb van David Icke, geloof ik, is de fabrikant van die testkits is ook weer verbonden met Bill Gates. Hoe dan ook, zo kom je er wel. Als je de test bekijkt, dan hebben we de echte goede test, zo goed als die kan, is de RT-PCR-test. Daarvan zeggen de Chinezen niet alleen dat het 50-70% vals negatief heeft. Dat betekent dat je komt uit de test als je hebt het niet, maar je hebt het toch wel. Daar heb je dus ook niks aan. Maar om het erger te maken, hebben ze ook nog een publicatie laten gaan dat er meer dan 50% vals positief is. Dat wil zeggen, mensen die getest worden, waaruit de test zegt van je hebt het, die hebben het dan niet. Nou, die publicatie, die hebben ze weer teruggetrokken, want dat kunnen ze er op dit moment even niet bij hebben. Die Chinezen die doen lekker mee met wat de Wereldgezondheidsorganisatie nu doet. En daar kom ik later nog even op terug. Met zoveel vals positief en zoveel vals negatief heb je dus niks. Om het een en ander nog erger te maken, heb ik nu 2 keer vernomen via, weet ik niet meer. In ieder geval eentje is Thomas Binder, een cardioloog uit Zwitserland, die, net als die ander die ik heb gehoord of gezien of gelezen, zou de test op corona algemeen corona testen. En niet specifiek het huidige actuele virus COVID-19, SARS-CoV-2. Maar het gewone coronavirus was er al langer en was een van de veroorzakers van de jaarlijkse griepgolf. Ja, weet je, dat is er toch wel. Dus dan heeft zo'n test geen nut. Dan nog even terug naar hoe die test werkt. Je neemt dus een hoop cellenmateriaal van iemand. Je hebt de beelden misschien wel gezien van dat er echt zo'n soort rioolontstopper je neus ingedouwd wordt tot in je, diep in je keelgat moet blijven zoveel seconden en dan weer eruit wordt getrokken alsof er een grasmaaier wordt opgestart. Daarna volgt dus dat hele RT-PCR testen, waarbij het cellenmateriaal wat ze dan hebben,
Dat wordt dus op genetisch niveau wordt dat vermeerderd. Zodat er van wat er ook tussen zit heel veel is. Zodat ze eindelijk wat kunnen zien. Dus om het even illustratief weer te geven. Je hebt eerst een minuscuul klein balletje waarvan je niet kunt bepalen welke kleur het heeft. Maar je hebt een of ander systeem waarmee je dat balletje dus groter kunt maken. En dan zie je ineens, het is een geel balletje. Nou, dat doen ze dus op genetisch niveau. En dan gaan ze dus als het ware die streepjescode, die de genetische code is, die kunnen ze dan gaan analyseren. Nou zou het zo zijn dat die Kerry Mullis, die dat hele PCR heeft ontwikkeld, dat hij heeft gezegd, je mag dit nooit gebruiken voor diagnose. Nou, en dat is dus nu wel breed gaande. Dat mag niet. Dan zit er nog iets bij. Als je zo'n test wilt doen, dan zul je om te beginnen het virus ooit een keer geïsoleerd moeten hebben. Dat je dus van alle andere cellen, dat je die allemaal weg hebt weten te krijgen. En dat je dus dat ene kleine virusbolletje, waarvan we inmiddels die fantasiebeelden nu wel gezien hebben. Hè? Dat is die noppenbal. Je zult die noppenbal, die zo gruwelijk klein is, die zul je één keer eruit gehaald moeten hebben. Dan op een of andere manier moeten vermeerderen of bij iemand inspuiten die dan de ziekte krijgt. En dan kun je dus ook een test gaan ontwikkelen. Want je kunt op basis van een massa cellen kun je niet een test ontwikkelen. Want dan kan je net zo goed die test ontwikkelen voor wat er nog meer in zit. Dat is het probleem wat we zagen bij HIV. Daarover een aflevering van Hendrik Loslop. Ga dat kijken. Je kunt niet testen als je niet geïsoleerd hebt. No? Dan komt er. En geloof mij niet, hè? Ga het vooral zelf controleren. Ik ben geen arts, maar ik kan wel redelijk dingen volgen. Dat is mijn vermogen. En het dan weer uitleggen, als het goed is. Dan kom ik nu in herhaald stemmen tegen die zeggen. Überhaupt. En dit, weet je, we hebben met biologie hebben we gehad, virussen, dat zijn dus. Iedere keer dat maanlandertje wel, met die pootjes, met zo'n staafje en dan een kop. En in die kop zit dan dat RNA, dus niet DNA, maar RNA. En dus die landt op een cel en als een soort muskiet, mug zonder vleugels, die spuit dat in bij een cel van ons. En vervolgens krijgen wij dan de ziekte. Dat is de theorie. En dan op elektronenmicroscoop zien ze dus rare cellen waarvan ze dan zeggen van dat hier, dit is het virus. Dus in dit geval bij COVID die noppenbal. Die dan in fantasieplaatjes ook wordt vervat. Want die elektronenfoto. Dat concept staat nu. Is dat ook onder druk? Bestaan virussen überhaupt wel? Wat? Dat hebben we toch bij biologie gehad? Dat is toch allemaal aangetoond? Ja, nou, dat is dus nu nog de vraag. Wat is nou de originele studie die heeft aangetoond dat virussen bestaan? En niet, want dan is de vraag van wat is het dan wel? Veel mensen. En ook in Duitsland, en ook geen achterlijke types hoor. Die stellen dat virus, wat ze zien aan cellen, dat is lichaams-eigen materiaal. Dat zijn cellen die zich hebben aangepast om als een soort afweerreactie op. En dan volgens een van die filmpjes die ik heb bekeken, een afweerreactie op een milieu wat gewoon giftig is, toxisch. En dat kan van alles betekenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door stress. Nou, een heleboel mensen hebben op dit moment stress omdat ze zich doodzorgen maken om het virus. Andere mensen maken zich veel zorgen om de massahypnose die al die andere mensen hebben. Dat is ook niet om aan te zien.
Je kunt ook hebben dus luchtvervuiling. Of een heel belangrijk thema op dit moment is 5G. Als je op een kaart gaat kijken, die arts, die cardioloog, Thomas Binder mij toegestuurd, is het, als je gaat kijken naar waar 5G is uitgerold in Europa, dan zie je dat de landen die nu de maatregelen aan het versoepelen zijn, of waar de maatregelen al niet zo streng waren, Portugal, Zweden, Nederland, Denemarken, die wel een draconische wet heeft aangenomen, die mensen kan verplichten om te vaccineren of wat anders. De Tsjechen, Polen overigens, die hebben ook niet zoveel te lijden. Ik dacht Oosten, ik weet het niet meer zeker. Maar als je kijkt op de kaart, dan is 5G daar niet zo erg uitgerold. Of weet je, in Stockholm is één 5G-paal, geloof ik. In Nederland is volgens de kaart geen 5G. In Tsjechië geen 5G. In Polen een beetje. Dus die parallel die kun je duidelijk zien. In Frankrijk is overigens ook geen 5G. Oh, maar die hebben toch veel dooien. Ja, dat klopt. Maar Macron had toch een probleem, hè? Weet je nog? Die gele vestjes. Daar is hij nu vanaf. Hoeft hij niet nog weer een keer een oeroude kathedraal voor in de fik te steken. Scheelt, hè? Dan nog, los van het feit dat dat virus dus niet aantoonbaar is, heb je dus in de statistieken een hoop comorbiditeit. Dat is niet alleen in Italië, waar dus 99% comorbiditeit bestaat, dus dat mensen die worden binnengebracht ook nog andere ziektes hebben, waar die waarschijnlijk wat dodelijker zijn dan dat corona. Maar je ziet nu ook die Deborah Birx in Amerika. Die heeft nu ook over dat mensen die doodgaan door het virus of met het virus, daar maken ze geen onderscheid in. Ja, dan kun je de cijfers aardig opdrijven. Hè? Alleen al naar de cijfers gekeken, is er niet zoveel aan de hand. Maar dan moet je dus die comorbiditeit even apart gaan rekenen. Mensen die dus puur door corona dood gaan zouden zijn, dat zijn er niet veel. Goed, gaan we nu even kijken naar wat is hier nou werkelijk aan de hand volgens Hendrik. Wat is er nu werkelijk aan de hand? Om te beginnen, als je naar de televisie gaat kijken, dat scherm bij mij staat daar, of je leest een kwaliteitskrant, niet deze krant, wat een echte kwaliteitskrant is, de andere krant, of je luistert naar de radio, of je kijkt naar de normale kanalen op het internet, inclusief Geen Stijl, die zich nu heel hysterisch aan het gedragen is en ook in de opmars naar deze lockdown waren ze al bezig de boel op te stoken. Niet te vertrouwen dus. Als je naar andere kanalen gaat kijken, en het worden er steeds minder, want YouTube trekt van alles eraf. En dat zie je dus ook bij Vimeo nu. Dus misschien dat we straks nog naar BitChute kunnen. Of je zult gewoon echt weer moeten gaan lezen op websites. Zolang die nog niet weggetrokken zijn. Dan ziet het er snel heel anders uit. Ik raad je aan, heb je nog geen Twitter-account? Maak een Twitter-account aan, zodat je in ieder geval op Twitter kunt volgen wat er allemaal gezegd wordt. Want er zijn dus mensen die gaan onder de hashtag Film Your Hospital, gaan ze kijken en komen dus hele rustige ziekenhuizen tegen waar de hysterie die dus door de media wordt gerapporteerd helemaal niet te zien is. Dat zijn er inmiddels een hoop. En een van Billy Sixty is echt gewoon naar binnen gegaan. En zei, er is niks aan de hand. Thomas Binder is ook in Basel gaan kijken. Er zijn er een heleboel.
Of rijen mensen die in New York zouden staan om getest te worden op corona. Die staan er niet. Alleen de dranghekken. Dus dat is er niet. Er zijn berichten. Er is een arts in New York. Die is voor de camera gezitten. Die zegt van wat we hier tegenkomen. Dat ziet eruit alsof mensen met een vliegtuig of een helikopter naar grote hoogte gebracht zijn. De Mont Blanc of zo. En daar gewoon losgelaten zijn. Die hebben een zuurstoftekort, maar geen longproblemen. Kortom, het hemoglobine kan niet het zuurstof binden. En dat is een hele andere kwestie dan ademhalingsproblemen. Dat is wel een zuurstofgebrek. Hij spreekt ook zijn twijfel uit over die ademhalingsmachines. Die zegt van, die druk die staat misschien te hoog. En de vraag is of die longen van die patiënten daar wel tegen kunnen. Want het is heel drastisch wat er gebeurt. Je eigen ademhaling wordt verlamd. Je krijgt een gigantische buis je keel ingedouwd. En dan gaat dus een beademingsapparaat op zijn eigen druk gaat jou dus ademend houden. Nou, die druk, die moet wel kloppen. En als die te hoog is, dan scheuren je longen in feite. Het bericht was ook naar buiten gekomen dat mensen die dus in beademing binnen zijn gebracht, dat die er niet levend uitkomen. Heb je? Zwitserse cardioloog, die bevestigt dat ook vanuit zijn perspectief. Dat hij heeft ook twijfel bij die druk die wordt toegevoerd aan die patiënten die daar liggen op die beademing. Plus, hij geeft ook nog eens een keer aan dat, tenminste zoals ik het heb begrepen, dus dit moet ik nog checken, dat die apparaten soms ook klaar zijn of gereed zijn voor 5G. Dus als je naast je een apparaat hebt wat 5G-signalen aan het doorzenden is, terwijl, zoals ik in een andere aflevering al heb laten zien, op 60 gigahertz zuurstof beïnvloed kan worden door die 5G... en daardoor niet meer goed opgenomen kan worden, dan heb je een probleem. Buiten nog het feit dat er al filmpjes waren van jaren terug, dat rode bloedcellen, die zijn dus voor de zuurstof, dat die gaan klonteren op het moment dat ze blootstaan aan elektromagnetische straling. Dus van wifi, van draadloze systemen in het algemeen. Dus ook 4G, 5G enzovoort. Dit helpt dus niet. Dan komt er nog iets bij. Uit drie landen heb ik inmiddels nou berichten gehad. Dus David Icke heeft het erover dat ze in Italië binnengebracht worden voor orthopedische afdeling, voor botten en zo. En dat dus oudjes van boven de 80 een verklaring moeten ondertekenen voor niet-reanimatie. Wat? Ja, zo kom je er wel. Een Duitse arts bericht dat over Frankrijk en laat dus ook met tekst zien wat daar de instructies zijn aan de artsen. Niet reanimeren en niet intuberen. Daar hoeft kennelijk de patiënt ook geen ondertekening voor te leveren. Dan is nog de vraag of die artsen daar ook in meegaan. Hè? Want die hebben ook hun grenzen. Dat is helder. Plus, uit New York komt ook zo'n artikel tevoorschijn. Voor niet-reanimatie. Hier is iets heel onfris aan de gang. Het ziet er naar uit dat ze dus die statistieken nog kunstmatig verder op willen drijven. Goed, wat is hier nou werkelijk aan de hand? Een aantal mensen onder de kijkers, die heeft inmiddels wel op de korrel dat op 18 oktober in New York, in een hotel, iets geoefend is wat heet Event 201. Daar zijn filmbeelden van. Daar is ook een analyse van door The Amazing Polly. En daar kun je zien wat ze wilden uitrollen en hoe dat dan allemaal zou gaan. En
daar zitten we, zoals we het nu kunnen zien, zitten we middenin. Nou, een hoop mensen hebben daar nog geen enkel spoor van, die hebben er nog niets van gezien. En dat is jammer. Dus die kun je ook haast niet bereiken. Die zitten zo in hun hypnose. Zien ze er maar uit te halen. Hè, dit is een typisch geval van de hele wereld is gek, behalve jij. Dat is heel eng. Dit is heel eng. De mensen die nu dit hier zitten en nog wel geloven in het virus, die begrijpen deze kant van het verhaal niet. Maar we hebben het echt nodig dat we even de rust pakken, even tot kalm te komen en even de zaak weer vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Dus pak je rust, ga in het groen zitten, ga mediteren als je dat gewend bent, tuinieren, vissen, wat dan ook. Het is hoogst nodig, want ze willen ons zo gek mogelijk houden. Wie zijn ze? Oké, nou, bij die Event 201, zoals al eerder verteld, daar zat, dat wordt gesponsord door een heleboel groepen, waaronder dus de World Economic Forum, WEF, in Davos. Dat is eigenlijk gewoon de hele bankiersgemeenschap. Aangevuld met, zeg maar, de discipelen, de handlangers van die bankiers. Zoals de CIA, Bill en Melinda Gates Foundation. En dat is even eentje om heel goed in de gaten te houden. Die Bill Gates, die zit nu als spin in het web. De vraag moet gesteld worden, wie heeft hem tot president van de wereld gemaakt? Want als je ziet waar hij allemaal verbonden is. Ik ga even wat noemen wat ik al ben tegengekomen. Om te beginnen is meneer Gates die zegt van iedereen moet gevaccineerd worden. En is met op 7 vaccins bezig, of 7 fabrieken is die mee bezig. Om die vaccins te ontwikkelen tegen corona. Want dan wil hij dat iedereen een digitaal idee heeft om aan te tonen dat die veilig is. Dus die moet dan of getest zijn of gevaccineerd. Nou, ik vertel net al dat in Engeland de test zelf al besmet is met dat corona. Dus God weet, als jij zo'n wattenstokje, zo lang als een rioolontstopper veer, als je dat je keel ingeschoven krijgt via je neus, wat daar allemaal nog aanhangt, hè? Maar goed, het alternatief is dan vaccinatie. Nou ja, weet jij veel wat daar dan nog in zit? En dat is een van de. Er zit ook nog een project bij dat heet ID 2020. En daar zijn nog weer. Er zijn er zoveel die zijn ermee bezig dat iedereen uiteindelijk dus een digitaal idee heeft. Nou, dan denk je van dat is mooi, dat kun je dan meenemen en dat is een soort digitaal paspoort. Ja, maar het punt is dat diezelfde mensen die zijn bezig met de Internet of Things. Als je dat nog niet kent, ga dat even opzoeken. Dat is weer verbonden met 5G en betekent dat alles en iedereen uiteindelijk via RFID-chips gevolgd kan worden. In de gaten gehouden kan worden. Dus een van die ideeën is dan dat je een vaccin en 4 chips of in je huid gedouwd kunt krijgen. Dat is een soort sticker. Die douwen ze erin. Ze halen de sticker weg en er blijven 4 puntjes blijven achter in je huid. En daarmee ben je er dan via scanapparaten en mobieltjes ben jij te scannen. En op een gegeven moment zou dat ook gewoon op grotere afstand kunnen gebeuren. Via lantaarnpalen die dus op iedere 200 meter of zo worden geplaatst. Of via een van de satellieten van Elon Musk die op dit moment de lage atmosfeer schijnt vol te pompen met dat soort satellieten voor 5G. Die zit er ook bij. Bill Gates stuurt ondertussen aan Deborah Birx, die dus naast Anthony Fauci, naast Trump staat,
Nou, die Trump zelf, die volgt toch een beetje zijn eigen koers. En dat is een geluk bij een ongeluk. Ik weet dat een heleboel mensen geen fan van hem zijn. Maar hij gaat toch redelijk zijn eigen weg. En hij heeft ook nog die dochter met die schoonzoon. Die zit er ook nog eens een keertje op het vage spoor. En die Mike Pence, die zou ook weer op het slechte pad zitten. Ja, weet je, dan moet je achter al die andere filmpjes ook gaan kijken. En dan moet je nog eens een keer uit hoeveel uren heeft een dag. Voor mij 24. En ik moet nog zo af en toe even in het zonnetje, in het groen gaan zitten. Om nog even bij te trekken. Want het is veel. En het is overweldigend. Nou, wat ik nu beschrijf is het globalisme wat uitgerold wordt. Ik dacht dat het een jaar terug was. Heb ik ergens in een klein kerkje in de buurt van Rotterdam een hele lezing gegeven over het globalisme. En wat hun snode plannetjes allemaal waren. En ik heb het een beetje geïllustreerd met wat voor mensen we van doen hebben. Dus dat zijn die types van de World Economic Forum uit Davos. In die lezing heb ik nog niet kunnen uitleggen hoe ze dit plan gingen uitrollen. Op weg naar, en dan wordt er heel vaak gesproken over, oh, dit is fascisme. Nee, dit is nou precies geen fascisme. Dit is communisme. Neocommunisme. Globalisme. En als we geluk hebben in die vorm, dan wordt het Coca-Cola-communisme. Dat wil zeggen dat ieder slaafje wat keurig zich gehoorzaamt, keurig chipjes in zijn arm heeft, geen lelijke dingen zegt over de overheid, niet naar die rare websites toegekijkt, geen vage vrienden heeft. Voor die persoon is er een iPhone en een Happy Meal. Voor alle anderen blijven de deurtjes dicht, want Bill Gates is daar heel duidelijk over. He? De zelfbenoemde president van de wereld zegt dat ja, bijeenkomsten zoals concerten, kerkbijeenkomsten, gezellig naar de bioscoop of in het café zitten met allerlei andere mensen, ja, dat zit er voorlopig even niet in. En we moeten dan op een gegeven moment wel iedereen dus in kaart gebracht hebben en weten of die al geïnfecteerd is of al veilig. En om dat punt te bereiken, zul je dus getest moeten zijn of gevaccineerd. In beide gevallen worden er dus dingen in je lijf gedouwd om vast te stellen of om zeker te zijn dat jij een veilig persoon bent. Ja, veilig voor wie? Voor Bill Gates en zijn trawanten. Ja, zo zie ik het, hè? Hallo. Bepaal vooral zelf. Ik vind het best als je mij nu op dit moment gewoon een hysterisch figuur vindt. Ik kan me nou even niet schelen. Er is een wereld voor COVID en een wereld na COVID. En dat zien we zo straks wel. De vraag die jij je moet stellen is wat je kleinkinderen gaat uitleggen wanneer zij vragen, opa, wat deed u in de tijd van in april 2020 toen de pleuris uitbrak, de coronacrisis. Daar zitten we nu in. Dus als je alternatieve kennis ziet en vindt en denkt van dat is interessant, dan is nu echt wel het moment om het te delen met mensen die daarvoor openstaan. Een groot aantal mensen, die is nog niet ver en die zitten nog in het virus, dus die moet je dan langzaam ontdooien van kijk nou eens even, wat is het bewijs van het virus? Ja, weet je, al die witte jassen, die vertellen dat het echt waar is. Daar kan ik zoveel witte jassen tegenover stellen die buiten beeld gehouden worden. Die zeggen van ik zie anders helemaal niks. Het bewijs is er niet. Of het is flinterdun. Ze doen normaal. Want er zijn ook nog mensen die sterven door deze maatregelen. En voor een ziekte die tot nu toe nog niet veel erger is dan een gewone seizoensgriep. Goed, even terug naar Bill Gates en zijn trawanten. Het globalisme wil dat iedereen onder de knut komt. Want wat ik zeg, het is een vorm van communisme.
Het communisme is geen vrijheid. Hè? Broer, ga eens een keertje boeken lezen over van Solzhenitsyn. Ja, je had ze eigenlijk al lang gelezen moeten hebben. Dus Solzhenitsyn, Gulag, Archipelago, 1984, George Orwell, Brave New World en hoe heet die? Walden 2, hij staat daar. Walden 2 beschrijft wat er nu in China al is, dus dit een social credit score. Dus iedereen heeft een social credit score en die staat op zijn mobiele telefoon. En op dit moment in China, ja, en als jouw credit score niet ergens tussen de, wat was het, 600 en 700 punten is, hoger, dat is fijn, want dan mag je van alles, dan ben je echt een braaf burger. Maar heb je minder, omdat jij bijvoorbeeld als journalist een stukje hebt geschreven waarin het slechte werk van de politie van China in kaart gebracht wordt. Ja, dan heb je pech, dan mag je niet meer met de hoogsnelheidslijn, niet meer met het vliegtuig. Nou, en dit soort dingen wordt ook beschreven. Jensen kwam daarmee. Er is een Duits scenario wat een pandemie, een script voor een pandemie beschrijft, waar wij nu in zitten. Wat ook zegt dat mensen voor 3 jaar in huis moeten blijven. En dan langzaam naar buiten mogen. Dus ze moeten eerst MRF worden. Dat is het interessante. Jensen heeft ook stukjes laten horen van Yuri Brezhnev, de ex-KGB'er, die uit de doeken heeft gedaan hoe het communisme wordt uitgerold. Je hebt dus eerst een periode dat, ja, dat zeg maar demoralisatie plaatsvindt. Dan heb je die crisis, dat is waar we nu in zitten. En dan krijg je een periode van normalisatie. Dat zeg ik zo even uit mijn hoofd. Ga dat filmpje nog even kijken. Normalisatie kan eeuwig duren. En Rutte heeft het op dit moment al over een nieuw normaal. De new normal hoor je in het Engels ook. Daar wil je niet heen. Want dat is het nieuw normaal van de globalisten. De globalisten, die willen de wereld voor zichzelf. Die vinden dat er te veel mensen zijn. Bill Gates hoort daaronder. Daar is een presentatie van. Dat Bill voor TEDx laat zien dat het CO2 moet minder. En dat gaat onder andere door minder mensen op de wereld. Nou, daar heeft Bill wel ideeën over. En hij koppelt daaraan vaccinatie. Ja, nee, maar dat bedoelt Bill anders. Ik zie het niet hoor. En later is hij nog een keer gekomen met een presentatie over vaccinatie. Nou, daar zijn tal van types die we niet als bankiers kennen. Dus dat is George Soros, daar is die Michael Bloomberg. Dan hoor je van een bijeenkomst waarin, daar zijn beeldjes van, dat Michael Bloomberg, Bill Gates, Oprah Winfrey en Warren Buffett, nog zo'n miljonair, dat ze bij elkaar komen om de overbevolking te bespreken. Wat? Ja, dat soort bijeenkomsten hebben ze. En er zijn andere bankiers, dat zijn vaak monarchen en zo. Een heleboel kennen we hun naam niet eens van. Maar ze komen vaak dus naar Davos. Hè, dat zijn de kopstukken ook van de multinationals. Die draaien er hier straks wel goed uit. Dat is massaproductie. Nou ja, goed. Dit is gaande. In mijn perspectief, vanuit mijn perspectief. Ik zal zoveel mogelijk links weer delen. Als ik weer ook van YouTube afgedonderd word, dan zal ik ze straks weer op een ander kanaal proberen weer te delen. Wat er nu te zien is, ga dat nu kijken. Deel dat met mensen die daar al rijp voor zijn, voor zover ze er rijp voor zijn. Want, weet je, as is verbrande turf, zei mijn moeder altijd. Later, als het weg is, weet je, achteraf kun je een koe in zijn hol kijken. Zo'n boerenuitdrukking. Het gebeurt nu. Maar
tussentijds even in de natuur gaan zitten. In een zonnetje. Pak je rust. Ja, dit is een saai opzet dit. Goed, laatste gedeelte. Wat nu? Nou, ik heb nog niet echt de indruk dat 5G in Nederland gaande is. Ik voel wel zelf misselijkheid en ik heb zelf ook wel last hier in deze flat hier in buitenwijk van Utrecht. Valt onder de chronische ontstekingen. Ik ben hem te baas gekomen. Ik heb hem overwonnen inmiddels. Ook weer een filmpje wat ik heb bekeken van een arts die ook niet meer gelooft in virus. Die zegt, je moet je lichaam alkalisch zien te krijgen. Voor de mensen die geen scheikunde snappen. Je hebt een pH, dat is een zuurgraad. Als die pH laag is, is iets zuur. Is die hoog, dat is boven pH 7, is die alkalisch of basis. Gewoon kraanwater is pH 7. Je hebt mensen die zorgen ervoor dat hun water juist iets alkalischer is. Dus die kopen daar apparaten voor. Maar je hoeft geen apparaat te kopen. Wat je ook kunt doen is zuiveringszout kopen bij een ouderwetse drogist. Hier in Utrecht heb je Wortman, je hebt Slamat, in Leiden Bik, in Amsterdam Jacob Hooy en ongetwijfeld in de landen nog vele anderen. In Haarlem zit er ook zo mee. Ga daarheen, koop geschikt voor consumptie, niet voor reiniging, want dat kun je er ook mee doen. Zuiveringszout. Natrium bicarbonaat, natrium waterstofcarbonaat, baking soda. Dat zijn de namen. En doe dan een theelepeltje in een glas water. En ik doe ik 4 keer zo'n glas met dat zuiveringszout erin. Even oplossen met een lepeltje. Je kunt er ook nog wat extra pekel met zeezout doen. Dus dan hebben we het over dat roze Himalaya zout of Keltisch zout, zoals dat wel genoemd wordt. Dus niet het droge witte mijnzout. Bekijk mijn aflevering van Hendrik Lostop over zout. Het tweede, dus buiten, nog iets. Je bloed alkalisch houden, daar hoort nog het volgende bij. Heel rustig gaan met suiker, koolhydraten in het algemeen. Dus ga je niet 3 slagen in de ronde eten aan rijst, pasta, brood, dat soort dingen. Hè? Dan weinig gebruinde dingen. Gebruinde dingen, daar zitten ook weer acrylamides zitten daaraan. Dat is ook niet gezond. Koffie, idem dito, is verzurend. Ongebrande koffie kun je wel gebruiken in een smoothie. Dus die moet je even meemalen. Op de markt hier in Utrecht kun je die kopen, hè, bij Gerrit. Eens even kijken. Ja, dat is hem even zo. Dus geen suiker, geen gebrand, geen koffie. Dus alle bruine randjes. Dus die hele geroosterde toast en zo. Heel lichtjes geroosterde toast. Dat kan er nog wel. Maar moet je toast eten op dit moment. Liever dus zarkbrood, dus roggebrood. En daarnaast vreet je ongans aan antioxidanten. Ik weet niet waardoor het komt. Het kan puur de stress zijn. Maar het kan ook zijn dat vanuit 4G of... Want weet je, 5G is op verschillende frequenties. En een aantal van die frequenties zijn al lang in gebruik als 4G. Dus dan weet ik niet of ze verplicht zijn en of ze zich eraan houden dat ze puur 4G protocollen uitsturen. Misschien mogen ze wel al 5G op de bestaande frequenties uitsturen. En je lichaam is er niet blij mee. Niet met 5G, maar ook niet met 4G. Goed, en dan natuurlijk specifiek die 60 gigahertz, maar voor zover ik kan nagaan, is die in Nederland nog niet.
Er is wel één plaats waar ze de proef mochten doen of mogen doen met 60G. Ik dacht ergens in Eindhoven of zo. Daarvoor moet je naar het antennebureau. Dan kun je dat volgen. Maar ik weet niet of ze zich er nu aan houden. Want wie is er om het te controleren? Ja? Leuk in theorie allemaal. Want er is een wereld na corona en dan maakt alles niet meer uit. De rechten staan op onze schroeven. Er gebeurt van alles op dit moment. Ga aan de antioxidanten. Wat zijn de antioxidanten? Er is een internet vol wat je kan vertellen wat antioxidanten zijn. Dus simpel bladgroen, groene thee, veel groene groenten, spinazie, boerenkool is een beetje over, sla, waterkers, veldsla, helemaal fantastisch natuurlijk. En die groene pillen met spirulina, chlorella, dat zijn die algen die je kunt eten. Heel geschikt. En die kun je ook via de post bestellen, want heel weinig winkels hebben ze, maar steeds meer tegenwoordig. Dat kan je redding zijn. Groene thee had ik al genoemd. De rooibos is ook goed. En dan heb je nog allerlei andere thees. Ananas is goed. Gember is goed. Weet je, die lijsten die bestaan op het internet. Zoek ze op. En pure chocola, hè? Puur. Zo min mogelijk suiker. Dan qua media. En even een rijtje media die je best kunt volgen. De blog van Jon Rappaport vertelt je over ziektes al tientallen jaren. En hoe er vaak nep-epidemieën zijn die uitbreken. Zijn filmpje over corona is inmiddels verdwenen van YouTube. Dan heb je Robert Jensen die in Nederlands hele scherpe analyses brengt. En als een van de weinigen nog op het rechte pad zit. De rest is gewoon aan het propaganda spuien. Corbett Report, die heeft het al langer zien aankomen en heeft daar ook al over bericht. En nu is het ook echt iemand om te volgen. De No Agenda Show, de podcast. Als je noagendashow.com opzoekt, dan heb je hem. Dat is de podcast van Adam Curry met John C. Dvorak. Media-analyse. Wat is waar, wat is niet waar, wie heeft wat gezegd. The Amazing Polly had ik al genoemd. Miss Dana Ashley heeft goede analyses ook op het gebied van deze nep-uitbraak. Stefan Verstappen op chinastrategies.com vertelt je hoe je het allemaal overleeft. Dan zou ik op Twitter Freeman TV volgen. En dan, dan heb je nog filmpjes over QAnon en de Galactic Federation. Het eindresultaat is dat je dan uiteindelijk niks gaat doen, want zij gaan het dan voor je oplossen. Eerst zien en dan geloven. Dit is de tijd voor actie. Hoe nu voor hij die 9 waarheden spreekt om 1 leugen binnen te smokkelen. Dus een extra lange aflevering, dat snap ik wel. Dit moest gewoon gezegd worden. Dit is nu erop of eronder. Dit wordt ons aangedaan. Snap dat. En hoe eerder mensen weer bij hun positieve komen, inzien dat wat er nu verkondigd wordt, dat dat niet klopt. Dat wat een heleboel mensen gewoon openlijk zeggen. Ik bedoel, dit is samenzweringstheorie. Samenzweringstheorie. Het wordt openlijk verteld. Het wordt niet eens geheim gehouden. Maar ze zijn zo zeker dat ze in wat dan heet perception management. En we zitten op dit moment in full spectrum perception management. Ze hebben bijna alles in de klauw. Dus de meeste mensen zijn nog steeds helemaal in de ban van het virus. Daardoor komen ze ermee weg dat ze openlijk vertellen over wat hun snode plannen allemaal behelzen. Ze hoeven het niet geheim te houden. Nou,
Weet je, bepaal het vooral voor jezelf. Bewaar de kanten. En ik weet het, ik bedoel, het valt mij ook niet mee, hè. Want net zoals veel mensen die dit punt in het filmpje hebben bereikt, zit ik ook gewoon als enige, zie ik de hysterie om me heen van al die mensen die eigenlijk niet bereikbaar zijn voor enige reden. Je kunt ze nauwelijks een vraag stellen waar ze over nadenken. Ze zitten zo, ze zijn als de dood. Ja, iemand die ik ken, die zei van, heb je wel eens geprobeerd om iemand tot reden te brengen die in een psychose zit? Nou, spijker op zijn kop, daar zitten we nu. En sommigen zien het en sommigen niet. Bewaar de kanten. Zoek de natuur op. Zoek je rust. Ga in het zonnetje zitten. Vitamine D kan je redden. En vitamine C ook hoor, trouwens. Antioxidant.